Ja, lieve vrienden. Hé, wacht eens even. Ik zie iets heel raars. Ja, ik zie allemaal vakjes. Ik weet nou niet of het goed komt. Ik ga het even opnieuw proberen. En nog zijn die vakjes er. En ik snap het helemaal niet. Nee. Ik weet niet wat dat is. Ik weet het niet. Ja, nou is het weg. Ja. Nou ja, wat er aan de hand was, ik weet het niet. Of jullie het zullen zien, weet ik ook niet. Dat wachten we wel af. Zo ja, knip ik het gewoon weg. Ja toch. In ieder geval, het is al laat. Het is 3:33 zondagochtend. Eerste Pinksterdag. Dus ik wens jullie allemaal een hele, hele fijne, liefdevolle eerste Pinkster zondag. En ik zou zeggen, voor degenen die net zoals ik zijn, heel erg laat naar bed toe gaan, wel rusten, slaap lekker. En tot aan de andere kant van onze nacht. Ja, ik zou zeggen, tot dan. Doei, doei. Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, ik ben niet eerder aan het vloggen toegekomen dan nu. En het is nu 9 juni. Het is zondag. Het is eerste Pinksterdag. Het is 14:14. Ik ben boven bezig geweest. Ik heb weer even op bed gelegen. Ja, ik moet ook rusten iedere keer. Als ik veel werk te verrichten heb. Dus ja, en leg ik weer even met Frodo te knuffelen en te doen. En hij kon ook naar beneden, maar hij wou niet. Nee, hij wachtte netjes keurig totdat ik helemaal klaar was met alles. En dat ik toen zei, van ga maar naar beneden, Frodo. Ja, zo lief. En toen werd ik wazig. Ja, daar waren we weer. Maar ik wens jullie wel een hele fijne, liefdevolle Pinkster weekend. En geniet van alles. Het is vandaag weer prachtig mooi weer. Eindelijk die regen weer over. Maar ja, morgen zouden we weer krijgen. Dus het is altijd hier al afwachten in het kikkerlandje. Maar ik wens jullie ook weer welkom bij ons, hè? Bij Corina en de beestenboer. Mijn eeuwen die zegt dan miauw, miauw. Ja. En Frodo die staat hier, want die loopt heen en weer van buiten naar binnen. En die heeft zijn lampenkap nog op. Hé? Ja, nou. Ja, hé. Oh, kusje tikkie, ja. Ja, ook aandacht, hè. Maar in ieder geval, ik ga een bakje koffie doen. En ik denk dat ik even vanmiddag weg ga de boel laten boelen. Bekijk het maar. Eventjes aan mezelf denken. Gisteren de hele dag thuis geweest en aan jullie gedacht. Omdat ik aan het renderen was. En mijn huis is verder spikkie, spanning, wat aardig. Ja, het zat keurig netjes in elkaar. Het is ongewassen, dus een schelen die er blet, hoor. Het is netjes verder. Ja, je krijgt zo wat lekkers, vrouwtje. Eeuwen die wil wat lekkers. Nou, dat mag toch. Jij, meisje, ja. Maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie leven. Want het duurt maar heel erg even. Heel erg even, dat klinkt niet. Heel even, ja. En dat vind ik al erg genoeg, dat het mijn hele leven duurt. Ja, je wordt 70, je wordt 80, je kan 90 jaar worden, je kan nog ouder worden. Maar als je terugkijkt, denk je, ja, waar is het leven gebleven? Vraag ik me wel eens af. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik geleerd? Nou, ik heb een heleboel geleerd. Maar wat ik allemaal gedaan heb, nou, van mijn jeugd af, er zijn dingen wat ik me niet meer kan herinneren, hoor. Nee. Dat heb je misschien dan weggestopt en, ja, en dan komt het later wel weer naar boven door iemand anders zijn of haar verhaal. Maar dan is het ook een kwestie van, sorry, ik weet het niet meer. Nee, moet je dan alles maar onthouden. Je bent een mens, geen computer. Ja, en dan nog, een computer maakt ook fouten omdat het weer door een mens is ingevoerd. Dus ja. Maar wat kan het schelen? Ik ga lekker een bak koffie nemen en we zien hoe de dag wel heilt en zeilt. Ik neem jullie niet mee, nee. Ik wil eventjes naar een adres kijken waar een vriendin van mij woont. Maar ik ben daar nog nooit geweest omdat het niet mocht van haar werk uit. Maar ik ben geen cliënt van haar, dus het mag nou. Dus ja, kan er gebeuren toch? Ik zeg het tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben alweer een hele geruime tijd thuis. Maar ik had even ook boodschapjes gedaan en dat heb ik opgeruimd.
En toen kreeg ik telefoon. Ja, driemaal raden wie dat waren. Karen en Roderick natuurlijk. Ja, wie anders, hè? Maar het maakt niet uit, het was super gezellig. We hebben net opgehangen. En ja, we zitten er een beetje erover in, tenminste een beetje. We zijn wat gestrest, zenuwachtig, et cetera. Ook ik, hoor. Ja, want aanstaande vrijdag, 16 juni, dan krijgt Karin weer haar tweede operatie voor de buikwandcorrectie. Ja, Fleur de Lis heet die operatie. Ook ik zit er heel erg mee. Ja, ik, van verdorie, waarom kon het niet in één keer goed komen, zo'n buikwandcorrectie? Waarom weer een tweede keer? Dat binnen jaar weer een operatie. Dat, ja, en ik zelf ben dus heel erg bang van narcose. Omdat ik zelf één keer mee heb gemaakt dat ik dat was heel slecht toen op dat moment. Ik kon er bijna niet uitkomen. Wat ze allemaal gedaan hebben, Joost mag het weten, maar ik weet niet. Maar op een gegeven moment ben ik er toch uitgekomen met behulp van de arts, et cetera. Maar ja, ik vind het gewoon doodeng. Ja, en ik hoop dat er mensen zijn die dat begrijpen. Die dat ook eng vinden. Die misschien iets mee hebben gemaakt wat dat er gaat. Ja, baby. En moet ze aanstaande vrijdag onder het neus. Dus ik ga natuurlijk uiteraard weer naar Den Haag toe. Waar ik dus natuurlijk van het station word opgehaald. Want ik weet daar geen toeter en geen wegen. Nee, ik weet dat niet allemaal, hoor. Dan verdwaal ik. Echt, ik zal dat niet leren daar. Maar in ieder geval, dan gaan jullie ook mee, uiteraard. En we zullen het dan beleven. Maar zover is het nog niet, nee. Wilma, die zou het een en het ander op papier zetten. En die zou proberen om voor die tijd nog even met mij... normaal weet ik het. Nou ligt het op de tong, maar ik kan het niet uitspreken. Zij gaat mij vragen stellen. Dan weten jullie dat. En via de camera ook. Een interview, juist. Een interview. Zie je wel, kom maar wel. Zij gaat een interview met mij houden. Want Chrissy, ik ken haar nergens vinden. We weten niet waar ze is. Ze neemt geen telefoon op, niks. Ik weet het niet. Dus ja, dan hebben we Wilma maar gevraagd. Of die dat wil doen en die wou dat wel doen. Dus ja, daar is de wacht op dat die kan komen om het met mij te gaan doen. En dan zullen we het beleven. En dan hoop ik inderdaad voor vrijdag nog. Hè? Ja. Maar dat komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet nog verder van jullie avond. Want het is 19 uur, oftewel 7 uur. En hij loopt rempelgelijk al een aantal dagen. Ja, ja, hoe doet hij dat? Ik heb het toch voor elkaar gekregen. Ja, het is nog afwachten. Ik denk dat hij het doet, want hij loopt al een dikke week goed. Nou, daar ben ik blij en trots op dat hij eindelijk doet. En dat is mijn mobiel, die geeft aan dat er ergens iets gebeurd is. Nou, dat is ook lekker belangrijk momenteel voor mij, maar ik zal toch even kijken. Want ben ik er dichtbij? Nee, ik ben er niet dichtbij. Het is aan de andere kant van de stad, dus ik kan ook niet helpen. Nee, daar ben ik ook voor, hè. Ik help anderen. Ja, 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 ja. Ja, meisje, wat ben je? Oh, op een stoel is ze. Ach zo. Ach zo. Kom je daar? Ja, kom. Kom, meisje. Kom dan. Kijk eens. Hallo. Wie is daar? Eeuwen, hè? Ja. Wijfie toch. Maar oké, lieve vrienden, geniet verder van jullie avond. En ik spreek jullie later weer. Doei, doei.